heb voor de club gekozen omdat ik het een hele mooie club vind. En het is voor mij weer een kans om als speler toe te komen. Want dat lukte bij Feyenoord niet de afgelopen tijd. Daarom ben je onder meer verhuurd aan VVV. Ik dacht dat jij naar Eredivisieclub zou gaan. Waarom kies je dan toch voor de Jupiler League? Ja, ik denk dat de leiding van Sparta heel veel vertrouwen in mij heeft. Het is ook een Rotterdamse club. Daar hecht ik ook heel veel waarde aan. En het is voor mij gewoon weer een kans om het te laten zien. En dat maakt dan even niet uit op welk niveau dat is. Want hoe belangrijk is dat de Rotterdamse voor jou geweest? En waarom dan? Ik kan blijven wonen waar ik woon. En ik vind Sparta sowieso al een mooie club. Ik heb een soort zwak altijd voor gehad. Dus dat was wel belangrijk in mijn keuze. Ja. Wat voor positie heeft Sparta met jou in gedachten? Centrale verdediger. Ook dat is belangrijk, want ik heb bij VVV veel op middenveld gespeeld. Ja. En dat is ook niet de plek waar ik het best op mijn recht kom. En dat is in het centrum, dus dat kan ik dan ook hier weer laten zien. Dan zou je zowel links als rechts kunnen spelen? Ja, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Nee. Want ik dacht altijd dat jij ook een multifunctionele speler was, die inderdaad ook op het middenveld terecht kon. Maar dat heb je dan toch liever niet? Nou ja, het zou wel eens kunnen, maar ik ben het best centraal achterin. En je wil natuurlijk in principe spelen waar jij jezelf het lekkerst voelt. En mijn natuurlijke positie is in het centrum van de verdediging. Dus dat wil ik hier laten zien. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd dat Sparta voor de eerste keer contact met jou zocht en dat nu het huurcontract getekend is? Precies een week geleden. Vorige week maandag het eerste gesprek gehad. En daarna contact blijven houden en ik heb donderdag of vrijdag de knoop doorgehakt. En nu sta ik hier. En buiten dat Sparta een mooie club is, wat heeft trainer Adrie Bogers, want daar heb je mee gesproken, wat heeft de doorslag gegeven? Kijk, het is natuurlijk een verschil als jij in de Eredivisie speelt bij een club als VVV, die onderin speelt. Of bij een club als Sparta in de Eerste Divisie, die aanvallend en meedoet voor de bovenste plaatsen. En ik denk dat dat ook beter bij mij past. Bij VVV was het ook veel de lange bal en strijden. En strijden is goed, maar het is wel prettig als er gewoon een goed voetballend gedachte achter zit. En daar pas ik het best bij. En dat hoop ik dat we dat hier met z'n allen kunnen doen. En dat verwacht trainer Adrie Bogers ook van jou. Dat heeft hij in het gesprek uitgesproken naar jou toe. Ja, zeker. Ik moet daar ook een onderdeel van worden, ja. Want jij bent een voetballende verdediger. Heb je Sparta afgelopen zaterdag gezien? Ja, ik heb het op televisie gezien, ja. En wat vond je ervan? Het was niet de beste wedstrijd, denk ik, die Sparta gespeeld heeft. Dus dat kan nog wel genoeg verbeterd worden, denk ik.